FC Emmen kon de goede start van vorige week tegen ADO Den Haag dus geen vervolg geven vandaag. De Emmenaren verloren met 1-4 van AZ. In de eerste helft trok Bakker een 0-1 achterstand nog gelijk, maar daarna liep AZ al snel uit via doelpunten van Aouajan en Idrissi. De eindstand was 1-4. Ik denk dat dit een soort welkom in de Eredivisie is. Hè? Vorige week werd het niet afgestraft, foutjes, kleine foutjes, vandaag wel. Ja, en kwaliteit van AZ ook. Kijken we naar onszelf, dan denk ik dat we niet goed genoeg verdedigd hebben om tegen een club als AZ een resultaat te kunnen halen. Maar ik vind de 1-4 wel iets te groot uitvallen in de score. Ik had het gevoel dat het had gekund. Alleen wat ik zeg, dan hadden we iets meedogenlozer moeten verdedigen. Ja, en misschien de 1-0 moeten maken, want die kans kreeg je ook. Ja, maar dat is het verschil. Wouter 1-1 met de keeper, die mist. En een kans daarna met Boadu, die schiet hem wel binnen. Gelukkig maken we snel gelijk. Nou, ik vind dat we eigenlijk 35 minuten prima in de wedstrijd hebben gezeten. Maken zij 1-2. En dan zijn we 10 minuten kwijt en dan is het gelijk 1-3. Ja, dus in de pauze weet je dan dat het heel lastig gaat worden. Ja, wat je vorige week bejubeld, hè? Daar hebben we het lang en breed over gesproken. Dan heb je het vandaag op twee momenten. In ieder geval op één moment behoorlijk moeilijk. En dan zou je ongetwijfeld de P over in hebben. Want ja, die derde goal met name. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Die verk ik niet genoeg naar de zijkant. Of ik moest verder naar de achterlijn toe. En nee, klopt. Inderdaad. Die had ik verder... Verder moeten verwerken en dan kon Idrissi er niet meer bij, maar ja, het is niet anders. Nee, was het een keuze? Was je verrast? Wat was het dan? Ja, ik werd een beetje verrast dat hij zo snel schoot en vanuit daar, uit reactie tikte ik hem naar de zijkant. Maar niet ver genoeg. Nee. Die mag je aanrekenen? Ja, ik denk het wel. Het is geen schande om van AZ te verliezen. Maar ik vind wel dat wij moeten kijken naar de ontwikkeling van onze eigen speelwijze. En dan moeten dit soort dingen wel beter. De details en de finesses moeten dan beter. En dat een club als AZ met hun kwaliteiten dat genadeloos bloot legt. Ja, dat is alleen maar een goede leerschool. Ga je wel de kranten kopen morgen? Ze komen vast wel in de brievenbus te liggen. Maar doet me niet zoveel wat er geschreven zal worden of zo. Dus het is voor mij gewoon zaak om weer op te gaan morgen trainen en op naar volgende week. Jij maakt alles heel snel mee. Promoveren met deze club. De eerste overwinning vorige week. De eerste nederlaag in wedstrijd 2. Volgende week maar een puntje bij Ajax dan. Ja, dat zal volgende week een gelijkspelletje worden. Gaan we voor.